Wordt Kees van Wonderen dan de nieuwe coach van NAC Breda? Het is nog een vraag. Net als de vraag waar blijven de versterkingen die zijn beloofd. Op elke linie toch één. Vooralsnog niet. En winnen lukt ook nog niet in 2020. Dus werk aan de winkel voor NAC tegen Jong AZ. Hier met Mounir El Alouchi. Ook bij hem staat een groot vraagteken, want hoe lang blijft hij nog in Breda? Hij opent in ieder geval het bal als het gaat om schieten. Goede redding van Schendelaar. Nog net in het eerste kwartier. Een prima opening. In de richting van Luka Ilić. Beide Ilićen staan erin, ook Ivan. Maar die wordt niet bij deze aanval betrokken. Verschuren. En opnieuw El Alouchi. Deze poging is een stuk minder. Schouten speelt aan de zijkant in de verdediging bij NAC. Ivan Ilić in de spits. Jordan van der Gaag is er niet bij. Jong AZ voor het eerst. Daar komt een tweede bal het veld op. Gegooid door een NAC-supporter. Niemand heeft recht last van. Het schot is van Correa en die scoort. Maar daarvoor klinkt al het fluitje van scheidsrechter Christian Baks. Die had niet in de gaten dat er werd gescoord. Maar had alleen maar oog voor die tweede bal. Die zag hij ineens. En hij is natuurlijk dicht bij Correa. Maar niemand heeft er echt last van. Dus waarom fluit je dan? Een te snelle beslissing van de scheidsrechter. En de supporter die heeft gegooid wordt beloond met het doen van iets baldadigs. Luka Ilić geeft hem goed mee. Hij moet er maar weer eens een keer uitgehaald gaan worden. Dat is vanuit die positie lastig. Maar hier kan het misschien wel verschuren. En Schendelaar niet voor het eerst. Maar goed, nee, dat is het nog niet. Voor de ploeg van Willem Wijs, de interim coach. En scoren is dus ook nog steeds niet gelukt in 2020 voor NAC. Goeie bal van Dogan. En dan het schot van Verschuren. Die op het middenveld toch verdacht veel tot schieten kan komen. Deze avond tegen de jonge Alkmaarders, de ploeg van Stam en Vonk. Die zelf met aanvoerder Kenzo Goudmijn beginnen. Boussaïd, dat is toch knap gedaan. De voorzet is ook prima. Er staat alleen niemand daar bij de tweede paal. El Alouchi. Lekker balletje zeg. Schouten, Schendelaar en Verschuren maakt hem. 1-0 voor NAC. Eindelijk van de nul af. Dat heeft toch bijna 150 minuten geduurd. Schouten schat die bal op waarde in. En dan kan Verschuren toch voor een praktisch leeg doel binnenschieten. NAC gaat door. Hussein Dogan komt tot in het 16 meter gebied. Loopt zich dan vast, maar strijdbaar als hij is geeft hij de bal nog af. En dan komt daar het schot van El Alouchi. Het Midden-Oosten is een van de regio's waar hij naartoe kan. Maar gaat dat nog in deze winterstop gebeuren of pas na de zomer? NAC gunt hem die transfer in ieder geval wel. Zoveel is bekend. Boussaïd. Goeie opening. Schouten loopt door, maar die wordt overgeslagen. Verschuren staat daar weer en komt daar als een duveltje uit een doosje. Want hij staat weer helemaal vrij. Wijst en vraagt en krijgt. Is in één wedstrijd nog nooit zo vaak bij een doelpunt dichtbij geweest. Sterker nog, hij verdubbelt zijn seizoenstotaal van 2 naar 4. En hij verdubbelt ook de score in deze wedstrijd. In minder dan 10 minuten. Dogan. Schendelaar heeft hem niet klem. Schouten dan. Dogan staat daar nog. Eerst schietend, nu koppend. En hij maakt zijn 5e van het seizoen. En hij verdient die goal ook. Op basis van arbeidsethos in deze wedstrijd. En dan gaat Jong AZ alweer voor de 10e keer op rij in een uitduel niet winnen. Dat is duidelijk, maar komt er nog een eretreffer aan. Church. Overstapje. En dan Oosting. Het uitverdedigen van NAC. Is net goed genoeg. Vorige week 3-1 gewonnen. Jong AZ. Thuis gaat het alleraardigst, uit dus niet. En deze week wordt er dan verloren met 3-0. Nee, met 3-1. Jury Church maakt zijn 2e doelpunt in het betaalde voetbal. Zijn 1e van het seizoen. 3-1 voor NAC. Een overwinning voor interim trainer Willem Wijs. Maar de vraag is hoeveel overwinningen gaan er voor hem nog komen. Want Kees van Wonderen zit in de wachtkamer als nieuwe trainer van NAC Breda.